Een mooie opkomst afgelopen vrijdag bij de opening van de expositie van Beeldkracht in Galerie De Verdieping. Allemaal bekende gezichten, ik zal ze straks even allemaal noemen, zodat jullie ook weten wie onze kunstenaars zijn. Maar eerst... Coördinator en docent Ellen Geerts heet iedereen van harte welkom en introduceert wethouder Erik Logister. Want die gaat even een mooi inleidend woordje spreken, denk ik, hè, over de tentoonstelling. Dankjewel, Erik. Ja, dankjewel, Ellen. Daar was het op gesteld. Ja. De wethouder vertelt onder meer over zijn ervaring als model bij de cursus een week eerder. Ik zie allereerst plezier. En ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is. Cultuur is niet iets wat in musea moet leven alleen. Nee, dat moet aan de muren leven, maar dat moet vooral hier leven. Plezier hebben om jezelf te kunnen uitdrukken, op welke manier dan ook. En daarvan te genieten. En vooral elkaar in staat te stellen om daarvan te genieten. En ik zie hier ook weer het cultuur en het plezier van de schilderijen afspatten. Dus dat zit goed. Wat ik ook zie is contact. En zeker in deze tijden van corona, waarin we vaak niet het contact met elkaar weer kunnen hebben zoals we dat... Namens het gemeentebestuur spreekt hij dan ook dank uit aan de vele vrijwilligers die door hun inzet zoveel betekenen voor de cursisten. Vrijwilligers, dankjewel dat jullie dit willen doen. Dat waarderen wij vanuit het gemeentekantoor, waarderen wij dat echt heel erg. Dat is ook de reden dat wij ook de moeite nemen, zeg ik dan tegen jullie, ja natuurlijk zijn we dan ook op zo'n dag, zijn we hier om dat ook even tegen jullie te zeggen, dat wij dat waarderen. Genoeg van mijn zijde. Ik wens jullie een hele fijne middag en ik ga ook nog eventjes langs de doek om te kijken wat jullie allemaal hebben gemaakt. Dank u wel. Ook Ellen ontkomt niet aan de lofuitingen en wordt speciaal voor haar inzet in de bloemetjes gezet. Ik denk dat je een jaar geleden met het idee begon, misschien wel anderhalf jaar geleden. En toen het alles een keer vertelde. En toen zweefde het al door het lokaal, maar wij hadden soms nog het idee van, ja, zou dat wel lukken? Kunnen ze dat wel? Nou, jullie kunnen het. Dat zien we hier. Prachtige doeken. Het is schitterend geworden. Maar zonder Ellen was dat niet gelukt. En Ellen heeft de kunstenaars erbij gezocht. En die zijn gekomen 3 keer. Daar hebben de vrijwilligers hartstikke van genoten. Want als ze erbij waren, konden zij zien hoe prachtig er gezongen en gedanst werd. En jullie hebben die lijnen op papier gezet en daarna ingevuld met al deze mooie kleuren. Ellen, namens het bestuur wil ik jou hartelijk bedanken voor dit prachtige initiatief. En deze kleurtjes zijn voor jou. Oh, dankjewel. Na het officiële gedeelte geniet iedereen van de getoonde werken en is het zowel in de galerie als in de foyer van een Bogaard nog lang ontzettend gezellig. Thank you.